Dag beste vrienden, de heer vandaag 7 oktober donderdag weer te kijken de gedachtenis van onze lieve vrouw van Rozenkrans. Het is een mooie gedachtenis ook in deze maand van oktober, waarin wij ook Maria bijzonder herdenken en ook vieren als een afsluiting van in het jaar als dankbaarheid voor alles dat ze voor ons ook betekent. En deze gedachtenis is ook heel veel verbonden met de pauze en ook de bevestiging van de kerk. Deze gedachtenis is door Paus Pius V ingevoerd en hersteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto. Omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het Rozenkransgebed. De liturgische viering van deze dag vestigde onze aandacht op de overweging van de mysteries van Christus, waarin de Maagd Maria ons is voorgegaan, doordat zij op uniek wezen verbonden was met de menswording, het lijden en sterven en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon. Ja, het is vandaar ook een dag waarin we kunnen God danken voor dat gebed van de Rozenkrans. Het is een gebed dat heel veel kracht en vrede ook schenkt aan ieder van ons. Het kostte moeite soms om trouw te zijn, maar het is de moeite waard, want de genade zijn overvloedig voor de wereld, voor ieder voor wie wij bidden ook. Vragen wij dat de Heer Jezus ons kan begeleiden op dit moment van lijden en ons verder kan ook helpen om trouw te zijn in het gebed tot Maria. Dan de eerste lezing komt uit het boek van de Handelingen, hoofdstuk 1. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerde de apostelen van de Olijfberg terug. Deze berg ligt dicht bij Jeruzalem op Sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de Evera en Judas, de broer van Jacobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Dan wij zien in dit heel kort stuk van de handeling een heel belangrijk boodschap voor ons gebedsleven. Eerst is deze beweging van de leerlingen naar het verliezen van Jezus naar Jeruzalem. Dan in de afwezigheid, gevoelige afwezigheid van Jezus, zij zorgden toch houvast in het gebed, in de geestelijke verband. En het is heel belangrijk als wij nieuwe etappen beleven, als wij afstandelijk wat moeten beleven, wij kunnen verbonden met elkaar en verbonden blijven met elkaar door het gebed. En zij keerden naar Jeruzalem. Het is heel anders dan toen Jezus gestorven was. Er waren leerlingen van Emmaus, die waren een beetje ver in de tegenovergestelde richting van Jeruzalem. En nu hebben zij al goed geleerd en ook goed beseft, ja, we moeten blijven naar het centrum, naar het doel, naar Jeruzalem. En daarna zien wij ook deze belangrijke detail samen. Zij bleven allen samen. De Maria helpt ons met de eenheid. Zij is de moeder van de kerk en zij zorgt ook voor deze sterke genade en ook uitdaging in ons leven en gezinnen ook. En in derde punt, het is volharden in het gebed. En dat kunnen wij echt vragen aan Maria, omdat zij een voorbeeld is daarvan. Daarom kiest de kerk deze lezing, dat hier wordt benoemd dat Maria, de moeder van Jezus, daar was. En Maria kon volharden in het gebed, omdat zij ook al daarvoor andere beproevingen, de afwezigheid van Jezus, nog erger heeft meegemaakt. En elke keer, het was in pijn, het was in gemis, het was in gemis, maar ze kon sterker en sterker worden in het
in de stand vastheid, in het volharden, in het gebed. En daarom kan zij de anderen helpen. Want als wij willen elkaar helpen volharden, moeten wij eerst gewoon beleven. En het beleven gaat de interesse en de motivatie ook wekken in de anderen. Daarna, als psalm, kregen wij een stukje van Lucas in, het evangelie volgens Lucas, dat is de lofzang van Maria. Hoe verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt mijn geest om God mijn verlossen. Zijn keus wil op zijn eenvoudige dienst maakt. Van nu af prijst ieder geslacht mijn zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmachtig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich helden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar reken hen heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarmen indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Nou, wij zien in deze mooie woorden van Maria, die elke dag worden gezongen door de Godgewijde wereldwijd bij de Vespers. Het is Maria die ons echt helpt volharden. En om te volharden is het nodig herinneren aan de grote daden van Jezus. Wat Maria hier zegt, ze prijst God, ze verkondigt de grote daden van Jezus. Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. De grote daden van Jezus, de grote daden van God in ons leven, worden houvast om te kunnen verdedigen. Dan als wij willen volharden, is het nodig dat wij ook blijven herinneren aan alle genade die wij al hebben ontvangen door Gods geest, door Gods mildheid. En op het einde kregen wij het evangelie volgens Lucas 1. Toen Elisabeth 6 maanden zwanger was, werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheugd u, begenadigde, de Heer is met u." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet, Maria, want hij hebt genade gevonden bij God. Zie, hij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en hij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen." Maria echter sprak tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?" Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en of zoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren mijn geschieden naar uw woord." En de engel ging van haar heen. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, we kregen in deze passage, heel bekend voor ons, het is de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria. En wij zien ook een ander belangrijk element om te kunnen volharden. Dat is zich klein houden in de handen van de Heer, in zijn eigen ogen. En Maria
die stoot onmiddellijk tegen haar kleinheid met de aankondiging die groot was, maar ook een beetje mysterieus. Zij schrok zich, maar de engel zei, vrees niet. Dan het beseffen van onze kleinheid is een bodem voor Gods plan, voor de uitvoering van Gods genade in ons leven. En daarna zien wij ook deze genade van de Heere Geest, omdat Maria zich klein beschouwt, dan gaat de Heere Geest haar helpen. En de Heere Geest wordt benoemd in de Bijbel zelf als de vader van de armen. En wij zien dat Maria is een klein meisje in arm, aanhouding, maar zij is beschermd, zij is geholpen door de Heilige Geest. En op het einde, als een andere kenmerk, heel belangrijk, ook verbonden met deze gedachtenis, het is het onmogelijk, die wordt mogelijk. En dat is ook de genade die gebeurd is in het leven van Maria. Maar ook dat gebeurt in ons leven door het gebed van de rozenkrans. Dat is ook een van de redenen van deze gedachtenis, deze overwinning bij deze oorlog in Lepanto. Maar wij zien ook dat in ons leven de onmogelijke situatie mogen aan Maria toevertrouwd worden. En Maria bereidt alles voor. Maria helpt ons. Ik herinner me toen wij naar België gingen komen, het was helemaal onbekend. Helemaal onbekend, van niks. En ik zei tegen mezelf als voorbereiding, ik ga elke dag naar de kapel en ik ga één paternoster daarvoor bidden. En toen ik kwam hier, het was nieuw en onbekend, maar wonderbaar. En ik zag in de kleine details de vrucht van dat gebed. Alle voorbereidingen, alle de openheid van de harten vooral, dat was ongelooflijk. En ik zei ja, dat is altijd de moeite waard om mogelijke situaties aan Maria toe te vertrouwen. Maar het gebed van Maria van de Rozenkrans is een gebed dat heel veel vrede schenkt aan ons. En daarom is het soms een grote strijd. Want waar de vrede is, is de deur open voor alle genade van de Heer. Maar waar onvrede is, dan verliezen wij de genade. En wij kunnen echt bidden vandaag en vragen aan Maria, aan de Heilige Geest, deze genade. Om te kunnen beslissen, trouw blijven en volharden in het gebed met Maria. Laten wij verbonden zijn door haar voorspraak. Vandaar in alle dagen van ons leven. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Ik ben Heidi en ik ben 54 jaar. Ik ben sinds een paar jaar verbonden aan de gemeenschap Zaden van het Woord. Tevens neem ik ook deel aan de bijeenkomsten van de avonden van het verbond. Graag wil ik hierbij getuigen over mijn liefde voor Gods woord, dankzij de Lectio Divina. Toen ik er 1,5 jaar geleden mee begon, leek het me moeilijk, maar een uitdaging. Ik had al heel wat kennis van de Bijbel, dacht ik. Ik kende vooral het woord via de heilige missen die ik trouw bijwoonde. Ik luisterde aandachtig naar de preken iedere week en daar bleef het zo al bij. Af en toe schoten me in de week woorden door het hoofd van de preek van die zondag en die probeerde ik dan toe te passen in mijn dagelijks leven. Tot ik kennis maakte met de Lectio Divina via de gemeenschap Zaden van het Woord. Ik las dingen die ik nog niet eerder in de Bijbel had gelezen. Het deed me veel nadenken. Maar ik merkte dat ik niet altijd even trouw was aan de dagelijkse beleving ervan. Soms door tijdsgebrek en ook excuses waarmee ik mijzelf suste. Tijdens de lockdown kwam er meer tijd vrij en voelde ik in mezelf een honger naar het woord. Ook was er een verlangen om God, Jezus, Maria, Jozef en de volgelingen van Jezus beter te leren kennen. En vooral, hoe kom ik dichter bij God? Wat verlangt God van mij? Dus begon ik toen zoveel mogelijk de Lectio Divina te doen.
Ik ervaarde ook dat er een ommekeer in me was gekomen met betrekking tot het woord. Van lauwheid naar meer vurigheid en nieuwsgierigheid van wat het woord allemaal te vertellen heeft. Ook dankzij de hulp van iemand van de gemeenschap die me verder erin begeleid heeft. Dat is toch wel belangrijk. Ze helpen je ook om vooral trouw te zijn en te blijven aan de lectio. Je merkt dat ze veel liefde in hun hart hebben voor Gods woord. Heel dikwijls ervaar ik dan een innerlijke rust erna. Ik doe altijd de lectio divina 's avonds, omdat ik nog altijd ga werken. Af en toe doe ik dan eens een schietgebedje tot God of de Heilige Geest om me te helpen. Maar dan heb ik wel regelmatig vreugde in mijn hart, omdat ik toch iets heb kunnen toepassen van de lezing overdag. Ik kan het alleen maar aanraden aan iedereen. Het is heel leerrijk en ook heel meditatief. En vooral mijn liefde tot de Heilige Drie-eenheid, Moeder Maria, is erdoor gegroeid. Ook zo mooi om te ontdekken hoe God alles voorziet en hoeveel Hij van de mens houdt. Tevens krijgt men ook meer liefde voor zijn naaste, omdat je steeds meer in de voetstappen van Jezus wilt treden en je wilt laten leiden door de Heilige Geest. Je ontdekt steeds meer waarom je hier op aarde bent en wat je uiteindelijke eindbestemming is, de hemel. Daar zijn we voor geschapen en daar wil God ons graag bij zich hebben.